Ja, met het programma Woontips reizen wij letterlijk alle hoeken van Nederland af. En vandaag ben ik in Hasselt in gemeente Zwarte Waterland om te kijken hoe ik hier mijn eigen droomhuis kan bouwen. Wat een mooie locatie hier in dit gedeelte van Nederland. Ja, dit is een hele mooie oude Hanzestad met heel veel monumenten, grachten. Dus het is echt een stad met alles erop en eraan. En ja, ook nog bijzonder gelegen in een gebied met heel veel natuur. Want om ons heen liggen duizenden hectare natuur. Delen daarvan zijn al oud als natuur. En er is ook recent nog 1000 hectare nieuwe natuur bij ontwikkeld. Dus een gebied met alles erop en eraan. Ja, en de huizenmarkt trekt natuurlijk enorm aan. Hoe merken jullie dat als gemeente? Nou, je ziet dat de verkoop van de woning inderdaad een stuk sneller gaat. Ik moet er overigens bij zeggen dat de huizenmarkt hier nooit helemaal in elkaar gezakt is geweest. Dus de markt is hier redelijk stabiel. Maar we merken het zeker met de verkoop van nieuwbouwwoningen dat er opeens heel veel meer vaart in is gekomen. En het unieke van deze omgeving is ook dat je je eigen droomhuis kunt bouwen. Waar kan dat precies allemaal? Ja, die mogelijkheid is er zeker. En wethouder Knol kan daar meer over vertellen. Hoi. Hi, Lieselot. Hoi. Ja, sommige mensen hebben natuurlijk de droom om zelf een huis te bouwen in plaats van te kopen. Maar waar kan dat hier allemaal? Ja, dat kan hier in deze wijk die op dit moment in aanbouw is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een landschappelijke inpassing. Waarbij tussen oude rivierstrengen van de rivier het Zwarte Water woonvelden zijn gecreëerd. Okay. Dat geeft een mooie identiteit aan die woonvelden. En daarbij kunnen mensen dus kiezen voor zelfbouw. Ze kunnen zelf bouwen onder begeleiding en er is de mogelijkheid om woningen uit een project te kopen. Ja, want die begeleiding, in hoeverre is er begeleiding? Ja, wij gaan er behoorlijk ver in. Als gemeente zijn we er goed op ingespeeld om dus die kopers zoveel mogelijk te ontzorgen. En daarnaast zijn er natuurlijk mogelijkheden om gebruik te maken van architecten, bouwbedrijven die daarin ook een specialiteit aanwenden. En dan even de hele andere kant, zeg maar, de duurzaamheid. Hoe wordt daarmee omgegaan? Ja, dat hebben we hoog in het vaandel staan. Er staan hier energie-neutrale woningen. Er wordt bijvoorbeeld voor wat betreft de opvang van het water is een waardesysteem van toepassing. En daarnaast, als je kijkt naar de afvalinzameling, dan hebben we hier het omgekeerd inzamelen van met name dus plastic en het overige afval. Ja, en de ondernemers, is daar ook plek voor? Ondernemers is ook ruimte voor. Projectmatige ontwikkeling is mogelijk en dat gebeurt hier ook volop. Ja, jullie wonen hier in een prachtig zelfgebouwde woning. Hoe hebben jullie dat bouwproces ervaren? Ja, positief. Toen geloot was en wij wisten dat we dit kavel hadden, hebben we uitstel gevraagd bij de gemeente. En toen zijn we op ons gemak gaan schetsen. En met de eerste schetsen naar de gemeente en ja, gezamenlijk opgetrokken. En dit is het resultaat. En heeft u dan ook nog een goede tip voor de kijkers die zelf ook een huis willen gaan bouwen in de toekomst? Ja, neem de tijd. Het is een heel leuk proces om te doorlopen. Maar zorg dat je tijd genoeg hebt om het op je gemak te doen.